Goedemiddag, ik ben Jasper Schendelaar. Ik ben keeper bij AZ onder 17. Ik ben nu helaas geblesseerd aan mijn pols. En ik ga jullie nu meenemen in mijn revalidatie. Ik ga nu eerst naar de fysio, want mijn pols moet gemobiliseerd worden, zo noemen ze dat. Dat is dat ze het een beetje die spieren los gaan maken, zodat het beter kan herstellen. We zijn nu bij de fysio, met Myron en Des. Moet even wachten, want het is een beetje druk bij de fysio. Je bent wel lelijk, man. Ricket. Op dit moment word ik behandeld door fysio Johan. Goedemiddag Johan. Het is nu, morgen is het 5 weken geleden dat ik een bal op mijn hand heb gehad en dat mijn pols dubbel klapte. Daarbij heb ik de radius bot, dat is, zit in je spaakbeen bij je pols, heb ik een scheurtje opgelopen. En we zijn hem nu aan het behandelen om zo snel mogelijk weer fit te worden. Ik ga ze spelen meedoen met de training en daarna ga ik apart wat met mijn keeperstrainer doen. We zijn nu op het veld. Ik heb net getrapt. Ik ben bezig met de keeperstrainer Frank. Ik heb net getraind. Ging goed. Lekker getraind. Joe, heb je ook lekker getraind? Prima, pik. Des, heb je ook lekker getraind? Tuurlijk, altijd. We gaan nu krachttraining doen. We're getting the muscles, man. Hij springt echt heel hoog, hè, Jas? Doe het nog eens. Zo, hé! Zo! Dat was zwaar lekker, Jas. Goed, jezelf uitdagen. Genieten. Lekker, Jas! Zo. Lijkt wel op een kikker, joh. De dag zit er weer op. Myron, we gaan naar huis. Later. Later. Hey, pap! Nee, pakken! Ik ben net thuis aangekomen. Het is nu 7 uur. Genoeg klokken om te zien. Ik ga nu aan mijn schoolwerk. School is natuurlijk ook heel belangrijk. En ik train iedere dag. En op sommige dagen train ik zelfs 2 keer. Dus ik moet het wel heel goed, goed onderhouden met school. Ik voetbal eigenlijk al vanaf mijn 4e. Ik begon bij Alkmaar Victrix, bij de Kabouters. Nu keep ik in de onder 17 en ik train bij de onder 19. Ik heb laatst mijn contract getekend. Daar ben ik heel trots op en blij mee. Ik wil mijn tas vanmorgen alvast aan het inpakken. Dus helaas nog geen keeper aan schoenen. Want dat mag pas na de winterstop weer, helaas. Voordat ik ga slapen neem ik altijd een lekker bakje kwark. Omdat ik vandaag een zware krachttraining achter de rug heb. En dan is dat extra goed voor je herstel omdat er veel eiwit in zit. En zo herstellen je spieren beter. Ik lig lekker in bed. Het is nu 9:55. Mijn wekker gaat morgen om 9:45. Dus ik slaap 9 uur en 20 minuten. Dat is precies genoeg qua slaap. Je moet minimaal 9 uur slapen als topsporter. Omdat dan je spieren beter herstellen. Dus ik zeg welterusten. Goedemorgen, het is nu 7 uur. Ik heb een mooi ontbijtje gemaakt. Het is havermout met appel en banaan. De sinaasappel is voor... Voor fruit, voor vitamines. En er zit ook heel veel vitamine C in.
zodat mijn pols beter en sneller herstelt. Ik ga nu onderweg naar het station. 'Aangekomen op school. Schooldag zit er weer op. Ik loop nu naar de bushalte, daar worden wij opgehaald met het busje. En dan ga ik met het busje naar AZ. En dan ga ik lekker trainen. Pakken. Goed jongen. Lekker man. Voor de mensen die Riel nog niet kennen, dit is Riel. Teammanager van AZ onder 17, mijn teammanager. Beste teammanager hoor. Jouw geld gaat dan voor mij. Riel, bedankt weer. De loods komt er weer aan. Hij is nog geen, is niet. Ik ben me aan het omkleden voor de training. Ik ga met, weer met Frank naar buiten. Hierbij sluit ik de vlog af. Ik ga verder met revalideren en ik ben fit na de winterstop. Later!